ik ben Laura en ik wil mijn was uithalen uit mijn wasmachine. Maar die is nog helemaal nat en er staat water in. In plaats van dan een nieuwe wasmachine te kopen, ga ik die gewoon zelf herstellen en ik zal jullie laten zien hoe je dat moet doen. Een aantal lage bakjes, doeken en dweilen, keukenpapier en je gsm of een bilamp. Voordat we gaan beginnen repareren is het heel belangrijk dat de elektriciteit afstaat en de watertoevoer is afgesloten. Iedere wasmachine heeft een klepje beneden. Daar zit de waterafvoer. We zetten een bakje klaar om het water op te vangen. Haal je het klepje open en de filter los. En vanaf dan gaat het water beginnen stromen. Al het water is eruit gelopen, dus ik haal de filter eruit. En dan kunnen we kijken wat het probleem juist is. Daarvoor hebben we een lampje nodig. Ja, dit is dus boosdoener. Mijn sok die ik al eventjes kwijt was. Dan kunnen we meteen de filter uitkussen. Ook het bakje hier. En dan gaan we kijken hoe het kan dat er een sok toch maar in de waterafvoer terecht is gekomen. Dat is meestal een probleem ergens in de trommel zelf. Die rubber moet normaal gezien heel goed aansluiten. Ik heb dat hier recent goed gedaan, omdat de vorige kapot was. Zorg er dus altijd voor dat dat rubbertje goed vast zit, zoals hier het geval is. Het zou niet meer mogen gebeuren. En om zeker te zijn dat alles nu terug werkt, kunnen we de machine aanzetten. Daarvoor moeten we dus het water terug aanzetten en de elektriciteit terug insteken. En als het water nu allemaal terug wegstroomt, dan weet je dat het gelukt is.